Het kameleon-eiland in de Terhensterpoom is net meer. Nou ja, haast, want het stiet onder wetter. Het wetter in de poom stiet zo heeg dat er haast geen droeg plakje meer te vinden is. Wat ik wel merk hier al is dat de veengroen wordt ontzettend zeft. Ik zak hier heel langzaam fut dat ik hier steen. En ja, dat betekent dat het eiland zijn kracht verliest. En dat is natuurlijk wel een dingetje, want dat is net in een paar dagen opdroeg of in een paar weken. Daar gaat echt een heel lange periode over. We hadden dan zinnen nodig, we hadden wien nodig, dat de groenje weer ja, hut weer kan. En dat hier een soort mensen weer oorheen kennen. Want hoe een liedse twaalf begint hier officieel het zimmerseizoen en is het de bedoeling dat ben weer op het eiland bordje kennen. Het wetter in dit gebied komt wel vaker heeg te steen om zijn orenplakken in Friesland droeg te houden. Maar zo heeg als het eiland nou onderstroept is, dat is voor het eerst. En daarom hier het kameleon dwarp graag van het wetterschip een waskoging krijgen. Dat hier we wel waardeerd dat even meldt weer, want dan kunnen we er toch beter op inspelen. Ja, en hoe nou, ja, dat weet ik net. En voor de toekomst, ja, ik hoop toch dat wij misschien in Oerlis met het wetterskip hier toch wat met dwang kennen. Want het zou natuurlijk schande wijzen dat hier toch het seizoen ja, naar achteren opscoot. Terwijl de eerste squallen, ja, staan hier heel wij april al ingepland. Daar had hij gelijk in. Bij de plan die er toen de tier heeft maken binnen daar keuzes in maken. Ja, dan moet het een keer gebeuren dat het bij de mensen tot denkt van dit budget het dus voor mijn gebied. En dat is nou, denk ik, gebeurd. Eerder in de toekomst een oplossing voor? Of had hij gewoon heel veel pech? Nou, dat is heel cru om te zeggen, nou hij had pech. Maar zoals ze maar de besluiten en de kaarten er nou voorlezen, dan had hij pech. Maar ik al is het gewoon pech, de lange hopen dat het wetenschip in de toekomst meer belutsen is. Het zou mooi zijn als ze mij denken, mij praten kennen van goh, hoe is dit voor u in de toekomst voorkomen kennen. Dat we die heuge wetterstorm opvangen kennen hier, zonder dat er gevolgskade is. Nou zit ik net direct om een compensatie te springen, maar ja, worst het wel oplossen.